Yar yüreğimi ceviz gibi çürüttün. Senin aşkın büktü haddi dalım yar. Çektirme cefalar, yandırma narar. Ali Ahmed Simtai van het Alevitisch Centrum. We zijn in de Albedastraat. Wat gaat hier vanmiddag gebeuren? Vandaag gaat de onthulling plaatsvinden van het kunstwerk wat door Yasser Ballemans is gemaakt in opdracht van de gemeente samen met het Alevitisch Cultureel Centrum. Het kunstwerk is voor de Alevieten een herdenkingsmonument en voor de buurt is het echt een kunstwerk. Alevieten is een stroming binnen de Turkse geloof, denk ik. Wat is het precies Alevieten? De Alevieten is een geloofsovertuiging. Het is een zeer liberaal, humanistische stroming binnen de islam. Jullie hebben hier een centrum, een eigen centrum. Wat gebeurt er allemaal? Er gebeurt heel veel. We hebben dus culturele activiteiten en we hebben ook normale activiteiten, maatschappelijke activiteiten. Denk aan huiswerkbegeleiding, maar ook muzieklessen, maar ook natuurlijk onze eigen gebedsbijeenkomst. We hebben een totaal andere gebedsbijeenkomst dan dat je van de moslims gewend bent. Bij ons komen mannen en vrouwen wel bij elkaar onder begeleiding van muziek en zang. Bidden we samen. U zei daarnet, het kunstwerk is niet alleen voor onszelf, maar ook voor de hele buurt. Wat bedoelt u daar precies mee? Ja, in Nieuwland, waar we zitten, hè, de wijk Nieuwland, wonen heel veel mensen uit verschillende windstreken. En dat is ook een beetje de inspiratie geweest voor de kunstenaar, om waar mensen vanuit verschillende windstreken bij elkaar komt, zo'n mooi kunstwerk neer te zetten. İmam Ali Kata, Nau Yuvan, korkularım semahım, tutarsın durmam, korkular seni. Initiatiefnemer van dit project is Düzgün Kayak. Düzgün, waarom dit project? Ja, dit project is... Wij zijn, toen wij in het pand ingetrokken zijn, toen is er gelijk een algemeen ledenvergadering geweest. Ik ben toen als voorzitter gekozen en ik heb 2 termijnen mijn voorzitterschap gedaan. Natuurlijk moet je wat leven in de brouwerij brengen. Je moet de behoefte van al die leden van ons moet je ook in kaart brengen. En bij ons was er een behoefte aan een monument, zeg maar, waarop wij voor ons meerdere functies, zoveel wij het dan in het herdenken. Dat is voor ons belangrijk. Wat herdenken jullie dan precies? Wat wij herdenken zijn eigenlijk onze slachtoffers die hebben gestreden voor democratie, vrijheden. Zoals wij die hier ook in Nederland gewend zijn. Er is hier een rechtsstaat waar iedereen ook zijn mening kan zeggen. Maar dat is niet overal vanzelfsprekend. Nou is dit een multiculturele wijk. Hoe gaat het met de Alevieten in Nieuwland? Met de Alevieten in dit wijk, Nieuwland, gaat het heel erg goed. We hebben vanaf het begin meegedaan aan heel wat projecten. Zo is er een nieuwe bestrating geweest en een opening geweest van deze wijk. Daarin waren wij heel betrokken. We hebben ook alle vergaderingen bij ons op de vereniging gedaan. Maar daarnaast hebben we ook veel van andere dingen gedaan. Vlaggen, vaandels project waren erbij. Zo hebben wij overal aan meegedaan. En overal mochten wij iets over onszelf vertellen. En wij willen daarmee ook creëren dat mensen ons ook leren kennen. Ze kunnen bijvoorbeeld hier terecht. De eerste zondag van de maand voor een ontbijtsessie. Daarin kunnen ze ook gewoon lekker rustig tussen ons zitten en vragen stellen, even lekker ontbijten. Want wij zijn toch ook een organisatie voor de wijk. De kunstenaar van dit project is Yasser Ballemans. Yasser, wat stelt dit beeld voor? Nou, ik heb me laten inspireren door een werk van Harry Jekkers. Dat heet De Wind. En dat vertelt dat de wind waait en gaat waar hij wil. En dat hij alle talen kent. En dat het mooi is om soms stil te staan en naar de wind te luisteren. En voor deze wijk, waar eigenlijk nationaliteiten van over heel de wereld bij elkaar gewaaid zijn, is het een monument voor bezinning, om even stil te staan. En ten opzichte van een boom die ook in het monument is verwerkt. En dat zou je kunnen zien als symbool voor het hogere of voor de natuur of voor je innerlijke stem. Dus daar is het een werk voor.
Nou, moet ik een vervelende vraag stellen. Er was gisteren vrijdag wat commotie over het kunstwerk. Het zou heel scherms zijn en gevaarlijk voor kinderhandjes. Ja, nou, ik heb zelf ook een dochter van 5, dus ik zou absoluut niet iets willen maken wat gevaarlijk is voor kinderen. En dat is het ook niet. Het is wel heel duidelijk, het is geen speelobject. Ik heb ook wel speelobjecten gemaakt en dat is dit duidelijk niet. En als je een speelobject maakt, dan moet je allemaal heel veel regels voldoen. Maar omdat dit heel duidelijk een kunstwerk is en geen speelobject, hoeft het niet aan die regels te voldoen. En daarnaast zijn de punten ook niet zo scherp dat je je daaraan baseert of kan snijden.